Tijdens een lanceringsevent bij Toepharma in Heusenzolder stelde GCI Limburg de 4 genomineerden voor van de award Limburgse Jonge Ondernemer 2014. Na een verwelkoming door voorzitter Riet Peters en een korte getuigenis van Sven Martens, de laureaat van vorig jaar, maakte gastpresentator Sergio Destino de 4 namen bekend. De eerste waarmee dat we gaan beginnen is Peter Kulings. Wij zijn een concessiehouder van Audi, Volkswagen en Skoda. Wij zijn op dit moment een van de grootste dealers in België en vooral van Limburg. Ik ben begonnen in 2008, heb ik eigenlijk het bedrijf in Sint-Ruiden overgenomen. En zijn we met 20 werknemers begonnen. En nu in 2013 zijn we met 148 mensen. En hebben we toch een van de grootste privé-investeringen gedaan voor Audi en Volkswagen. Dan op Europees niveau zijn een heel groot gebouw in Rondring in Hasselt. Ik ben Juri Haaks, bedrijfsleider van Haaks NV. Ik ben genomineerd voor de JC Award Jonge Ondernemer Limburg. En ik denk dat dat te maken heeft met 1. De groei die we voorbije jaren meegemaakt hebben, die de jaren die voor ons liggen nog gaan meemaken. En ook het innovatieve karakter wat wij in de bouwsector proberen bij te brengen. Onze business is dus het ophalen en verwerken van diverse afvalsoorten. En met 3 vestigingen in België zijn we toch wel bij de grotere van de kleine spelers. Het bedrijf is 10 jaar geleden ontstaan in de Senderlo. En ondertussen hebben we 2 aanzienlijk grote overnames gedaan. 1 in Herenthout en 1 in het Brusselse. Van waaruit we nu eigenlijk gans Vlaanderen kunnen bedienen in onze sector afvalverwerking, afvalophaling. Ik ben Geert Houben. Ik ben zaakvoerder van Aristoco. Wij bouwen een softwareplatform Cubigo, dat eigenlijk alle diensten samenbrengt die ouderen nodig hebben om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Ik denk dat ik genomineerd ben omdat we in een absolute groeimarkt zitten. Nog maar aan de vooravond staan wat ons te wachten staat op vlak van gezondheidszorg en al de financieringsproblemen. En dat wij met technologie nu al zo ver staan dat we die mensen ook effectief kunnen ondersteunen om efficiënter thuis te blijven wonen. Ik denk als we puur naar de cijfers moeten kijken en naar de verwezenlijking van het afgelopen jaar, qua omvang dan, dat Peter Kulings voor mij de gedoodverfde favoriet is. Natuurlijk hebben de anderen ook elk op hun domein heel wat verwezenlijkingen. Aristoco is een jong bedrijf dat heel innovatieve toepassingen ontwikkelt. Dus als op dat vlak de beoordeling gemaakt wordt, hebben zij dan weer een streepje voor. Juri Haaks heeft als jonge ondernemer een turnaround gemaakt van zijn familiebedrijf, waar hij dus op heel korte termijn eigenlijk heel grote stappen vooruitgang heeft geboekt. En ook dat is bewonderenswaardig. En als we dan naar Maas kijken, hoe die als jonge gast vanaf zijn 21ste puur ondernemer is doorgegroeid naar een bedrijf met 70 werknemers, dan is dat ook iets wat heel veel respect mag afdwingen. En in dat opzicht zijn het opnieuw 4 heel sterke kandidaten.